Okay. Wat? Schiet nou eens op jou met die Java. Nee, ik wil die ERC toolbar niet installeren. Nee, ik wil gewoon die update. Zodat we gewoon Mega Man vanaf een site kunnen spelen. Jongen, what the fuck. Fuck Java, we gaan lekker iets anders doen. Woep woep, wat gaan we doen? Wat gaan we spelen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan wij toch eens doen vandaag? Wij gaan gezellig eens even een lekker potje keihard Terraria spelen. Dat kan. Rick wil joinen. Hoe wil je joinen? Ik heb nog geen hoort erop staan. Nog geen, weet ook weer. Goedenavond, Snet. Goedemiddag. Hij wil hem niet starten, wat is het toch lekker bezig vandaag, jongen? Echt. Daar schijt ik van. Oh ja, ik heb wel de Sega Genesis collectie. Dat kan wel. Kijk eens wat we daar hebben. You have successfully installed Java. Daar kom je nu mee! We hebben 10 minuten zitten wachten op de klotering. Uitvoeren. Jongens. Jongens, wat is toch altijd weer een feest hier. Ja, en nu slaat mijn browser vast. Het gaat echt perfect. Ja, precies, tweaks. Ik heb Sonic 1 en 2 en 3 heb ik erop staan. Die waren echt awesome. Zeker. Ja, dus ik moet toch eerlijk aan jullie bekennen. En het spijt me heel erg, want ik weet dat sommige van jullie zijn Mario liefhebbers. Ik speelde liever ik speel liever Sonic dan Mario. Spijt me. Summer Sale. Nou, zal ik jullie vragen, kennen jullie het geluid van een lege portemonnee? Veteranen van de Summer Sales, we kennen dat altijd. Zoveel geld in die Summer Sale. Het geluid van een lege portemonnee is dat gegeel wat achterin de hoek ligt.
Na een service heel. Dat door de kamer in echt gooit. Die indie packs zijn awesome. Indie for the win. Sega Genesis en Mega Drive Collect Classics spelen. En nou hopen dat ik hem kan installen op mijn Xbox controller. Dat is weer een raid squid. Dan stop ik er gewoon mee. Nu staat mijn Steam vast. Wat is dit nou? Wat is er toch allemaal aan de hand hier? Helemaal niet juist, ik heb dus juist net zelf gebouwd. Nee, geen virusactie. Ik heb deze computer heb ik 2 maanden geleden van scratch gebouwd. Nieuwe kast, nieuwe processor, nieuw geheugen, nieuwe harde schijf. Alles gewoon in elkaar gedonderd. En toen dacht ik dat ik alles het goed deed. Ik had mijn oude DVD drive had ik uit mijn oude kast gehaald en hierin gezet. Blijkt dat mijn DVD-drive kapot is. En toen moest ik weer een nieuwe DVD-drive erin zetten. Weer eens kopen. Ik had al zoveel geld besteed aan dat ding. Dit doet echt veel te lang, hè. Computer, what are you doing? Computer, stop. Stop, computer, stop. Ik kan ook een film streamen, als er interesse in is. Oh, Echo is dat. Echo de Dolphin. Of Ico Echo. Film streamen. Nee, geen films. Ik heb alleen Doctor Who op mijn computer staan. Dat is leuk, iets van 5-6 seizoen of zo. Ik snap echt niet wat het installeren met DirectX voor nodig is. Dat is echt triest. Elk spel doet het. Waarom moet het elke keer moet het weer geïnstalleerd worden? Ik ga echt ragen zo meteen. Het spijt me van dit. Rustig maar Oxy, dit keer vliegt er niks naar jou toe. Dit keer ben je veilig. Vroeger was ik anders. Ja precies. Ik kon gewoon Sonic gaan spelen, maar dat kan niet. Ik ben nog steeds bezig is. Socks, more socks. Jap, schiet nou toch eens op man, het is toch niet normaal. Maar ik zit hier nou te wachten, 5 minuten. Oh, er komt beweging in. Kijk eens wat we daar hebben. Options. Controller voor de Xbox 360. Woe!
Het wordt tijd! Het zou tijd worden. Oeh, we zitten klaar. En dan slaat hij vast, hè? Let op. Ik ga toch niet zeggen dat hij nou... Mapping. Oké. Okay. A. B. C. D. I. Z. Start. Oké. Okay. Apply. Oké. Okay. Wat staan we hebben? Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic and 3. Wij gaan gezellig Sonic 2 spelen. Want Sonic 2 is toch een van mijn favoriete Sonic games ever. Moet wel op Windows natuurlijk. Windows op 12 keer. Music letters. Waarom heeft hij geen geluid? Oh, omdat mijn geluid uitstaat. Dit gaat echt heerlijk hier. New game. Sega, zeggen we dan. Add game. Sonic 2. Sega. Ik rolt heel vroeg in. Oké, okay, ik ga hem eens even iets kleiner. Kan ik hem dit chat lezen? Options. Ik snap echt niet waar die lag vandaan kwam. Ik heb hier heb ik het op resolutie, is het op z'n laagst.